is het een vrijdag. Dat zullen we jullie morgen weer te zien. Wij gaan lekker slapen tot morgen. Ik moest jullie even erbij pakken. Jongens, goedemorgen, daar zijn we weer. 25 jaar geworden, donderdag. Gisteravond hebben jullie al even hallo gezegd. Dus even dat even. Dingetje. Wil je dat zeggen tegen mensen? Nee. Waarom wil je nou niks meer zeggen, Rambolina? Jongens. 25 jaar ben ik geworden. Kijk eens even naar het licht, want anders zit ik weer van mijn ouders over mijn bal op. Goed, ik zie er weer goed bij. Dat is gezellig, hè? Dat is gezellig. Ik ga eten halen, ja? Maar waarom moet dat nu gelijk al? Gewoon. Lukt het allemaal? Ja. Ik moest van Mitchell 75% of 50% mijn kop in beeld hebben. Anders kreeg ik geen like meer op de vlog, zei hij. Hij zei dus, je moet er goed op letten, want nu ga ik de teugels aantrekken, zei hij. Ik zei, kom goed jongen. Ik zei, ik probeer er een beetje aan te denken. Vandaag, wat gaan we allemaal doen? We gaan vandaag even varen met de familie van Akeline. Nemen jullie niet even mee, want die mensen houden niet zoveel van de camera. Dus dan nemen we gewoon even de camera niet mee. We gaan samen vanavond doen, niks. Weet ik niet, want ik weet ook niet hoe laat we terug zijn. Weet ik niet, misschien gaan we wel op pad. Dan gaan we met Rambolina op zoek naar een grote rode bonkever. Oh? Wil jij de mensen even vertellen waar de bonkever is? Ja, kan ik nog niet vertellen, daar hou ik graag aan. Ja, nou, dat gaan we dan wel vertellen. Jongens, we hebben er zin in. Goh. We kunnen ze alleen zien als het seizoen juist is. Dus, Het is nog maar de vraag of het seizoen juist is voor de bonkever, de rode. De rode bonkever is het, hè? Hey? Anders zie je ze niet. Zit er allemaal gedoken. Dus ja. Ik ben nou 25 jongens. Hiep hiep. Hoera. Hiep hiep. Hoera. Hiep hiep. Hoezee. Zo vrouw. Ja jongens. Nou, ga even wat eten halen. Ik ga even lekker wat eten halen. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel te vertellen nou. Ik wou eigenlijk van me vertellen, maar... Ga nu even eten halen. Ga nu wel want, lekker eten. Want ja, zoals jullie weten, gaat het eten halen. Mee op de boot, hè? Ja, dat zal wel. Heb je op je oor, joh. Kom eens hier. Ik heb een klappenoor, heb ik gehad. Kom eens. Zal ik het even laten zien wat jij hebt? Wat hebben we in de mensen? Ik ben niet zo bewegen. Ik denk dat het van, gewoon crème was. Of wax van je haar. Maar zit je een beetje om mij te duwen? Hoi jongens. Laat even ook even weten of jullie het leuk vinden. Is Akeline een beetje aan de BMW mee komt sleutelen? Lekker vieze handen krijgen. Dat is wel grappig. We hebben natuurlijk binnenkort vakantie en dan gaan we lekker even een beetje filmen in de vakantie. Ik hoef er van mij niet iedere dag te filmen, maar want ik hoef geen onzin. Akeline gaat kijken waar we aantrekken. Dus als we zo meteen gaan. Wat vinden jullie eigenlijk van mijn outfit? Laat even weten in de comments. Jullie moeten zoveel laten weten in de comments, maar jullie laten nooit niks weten, jongens. Even een beetje, jullie moeten een beetje erbij komen. Interactie wil ik, gewoon met de mensen. Gewoon. En ik reageer als jullie zeggen, leuke vlog, of ga door, of meer dit, of meer dat. Complimentjes kunnen erin, verbeterpunten kunnen erin, alles kan erin. Dus gewoon even delen, commenten, liken, subscriben, vooral subscriben. We zitten al op de 106 jongens die ons volgen. 106 rakkers. Die zijn erbij al gewoon. Dat is dik. Nou, en nou ga ik eten aan. Nou heb ik honger. Kijk eens even. Akeline heeft een mooi ontbijtdingetje gekocht voor zichzelf. Even kijken of ik het goed opstel zo. Beetje slecht jongens. Kijk. Dit is Akeline haar ontbijtpotje. Vinden jullie dat schattig of niet? Ik vind hem wel lief. Nou jongens. Meisjes, mensjes. Mensen. Ik ga naar de winkel nu. Echt. Kijk mensen, ik heb lekker een kaasstengel gehaald. Lekker een kaneelbroodje. En noem eens een ding. Chocoladebroodje. Ik hoef zeker geen spelletje voor jou mee te doen. Koketbroodje en een kaasbroodje. Maar ja, dat ga ik allemaal morgen opeten. Dit is voor vandaag en dan ben ik klaar. Jongens, de meiden, de jongens en de meiden spelen tegen elkaar. Hey jongens, kijk eens even wat ik meegenomen heb. Ook lekker. En voor mijn vriendinnetje even lekker. Starbucks, als je ons wil sponsoren. Stuur maar een comment. En dan kunnen we altijd wel wat regelen voor je.
Zo zijn we, hè? Wij zijn niet zo moeilijk. Wij zijn gewoon open voor alles samen. We hebben lekker een vers gebeurd shootje. En we naar binnen kletsen. Wisten jullie eigenlijk, iedereen denkt altijd dat het super gezond is. Vers gebeurd zuur eraan, want er zit super veel suiker in eigenlijk. Hè? Dus van, joh, je lichaam weet niet of het nou cola suikers zijn of deze suikers. Maar ja, goed, weet je wat? Voor de rest zit er wel veel vitamines in. En ja, ik vind het gewoon lekker. Dus ik ben jarig geweest, dus dan maak ik dat even. Dit is mijn verjaarweek. Ik hou een verjaarweek. Zodat ik een week kan eten wat ik lekker vind. Dat ga ik vanaf nu invoeren. Goh, gisteren gesport, jongen. Die onderarmen, jongen, echt. Die waren zo dik, zo hard. Ze deden gewoon zeer, gewoon. Ik zei tegen de jongen daar, ik zei, als ik op een paal sla, zit er een deuk in die paal. En mijn armen zijn gewoon goed. Dat was bijzonder. Hendrik, die mij heeft zijn eigen in het Fries in mijn telefoon gezet. Wie? Hendrik. En dan in het Fries erin gezet? Ja. En dan heet je? Met een I. Hendrik. Hendrik. Hendrik, ja. Zo heeft hij zijn eigen erin gezet, ja. Maar ik zet mij wel in het Fries in, hè? Dat mag wel, hè? Ik zei, oh, jij mag het wel. Wie was dat dan? Was hij Fries? Ja, hij was heel Fries, ja. Oh, van die spotgroep? Ja. Oh. Maar ik neem jou morgen niet mee daarheen. Zo meteen raak ik even licht op, omdat het een echte Fries is. Nee, doe normaal. Ja, hij is heel gespierd, dus zo meteen ben ik ook niet kwijt. Dat doen we niet. Maar, wie was er jarig? Wie is er net 25 geworden? Ik niet. Echt wel? Oh, ik. 13 juli 1998. Moest je wel nadenken? Nee. Yannick van Ingen was daar geboren. Daar geboren of hier geboren? Nee, daar. Ben ik daar geboren? Ik ben niet in Friesland geboren. Nee, oké. Maar, dus ik heb een cadeautje voor je. Oké. Maar je weet al wat je eigenlijk krijgt. Wat is dat? En ik wou eigenlijk... Wat was dat? Mijn telefoon. Is dat tijd om... Nee. Oh. Maar je weet al een beetje wat je krijgt eigenlijk, want ik wist niet zo goed welke ik moest kiezen van mijn duizenden opties. Dus ik heb je zelf gevraagd, want anders dan is het weer niet goed genoeg. Dan moest je even over nadenken, ja. Weer, hè? En het cadeau is van iedereen, dus van jouw ouders, van oma, van Jordi en Jet en van mijn kant. En van mij dus. Dus. Van mijn kant en van mij. Ja, maar ook van mij dus. Alsjeblieft. Nou, jij zei even de mensen was. Ik heb heel aan de huis. Wat is dit? Ook voor mij. We wensen veel plezier met deze verrassing. Nee, dat is niks. Dat niet in moeten, jongens. Voor je niet van iedereen. Okay. Ja? Ook, joh. Hier, dan ga ik binnenkort ook met de benen over. Ja. Ja, jongens. Leuk of niet? Zeker, ik heb er zin in. Ik ben benieuwd hoe dat het is, joh. Dan ga ik voor eerder nog vragen rijden en dan kan ik wel even. Ik kan er wel uit om het idee. Dan sta ik helemaal strak, jongen. Dan ga ik helemaal aan. Zo. Bam! Ik moet alleen even naar de datum nog kijken. Ja, en in mei volgend jaar wil ik ergens zoiets. Het moet eigenlijk, ik wil eigenlijk als het een beetje mooi weer is, weet je wel? Ja, dat snap ik. Dat is ook. Want dan kan ik pakken, ja, dan is kun je pakken. Als het regent, is het gewoon kut. Dan kun je gewoon amper wat. Mm-hmm. Dan gaan niet al die auto's hebben aan een achterwielomdrijving. Dan het enige wat hij doet is. Dan kun je wel goed driften.
Komt er ook iemand naast zitten, toch of niet? Ja, tuurlijk. Als ze mij de sleutels van die auto alleen geven, dan nemen ze geen banden meer over aan het einde van een rondje. Ja, dus het is wel goed. Zeker goed. Fijn. Zeer goed zelfs. Mooi. Dank jullie wel, mensen. Nou. Ja, mensen, jij hebt het geregeld. De mensen die hebben meebetaald, hè? Iedereen die heeft meegeregeld. Wat nee? Niet de, je familie. Ja, dat zijn toch de mensen, of niet? Ja, wat moet ik iedereen opnoemen, al die namen even? Dan ben ik morgen nog bezig. Dus mensen die kijken en jullie weten, jullie hebben meebetaald. Dank jullie wel dat jullie mijn droom hebben waargemaakt. Zo, jongens en meisjes, dames en heren, daar zijn we weer. Zo moet ik filmen, want het licht moet zo komen. Hoe laat is het? Iets over 6. Ik weet niet of jullie het horen, maar het regent nu. We zijn precies een tijd terug. Nu gaan we even lekker eten bij de beren. We nemen jullie even mee, hè? Of niet? Of wil je niet meer naar de beren? Hè? Naar de beren, broodjes smeren. Oh, het was een wonder. We gaan lekker naar de beren, jongens. We hebben ervan genoten. Het was super weer, hè? Het begon wat koud. Een beetje. En uiteindelijk werd het vanzelf toch nog wel warm. Het was het nog 28 graden. Nu regent het en nu is het 23, 25. Dus snel afgekoeld in één klap. Maar ja, ik drink even lekker wat. En dan gaan we even lekker eten, jongens. Oh, ik heb er zin in. Dan neem ik zo'n lekkere grote T-bone steak. Oh ja, lekker. Hè? Hey? Dit is je man erbij. Dat is nou weer met je niet charmante jouw lijf. Je bent de meest charmante vrouw die er is. Hé, hey, jongens. Stokkie, ga ik de weg over. Hé, we zaten net even te bedenken. Ik zei net, ik reed achteruit met die bus en ik zei eigenlijk is dat gewoon niet slim gedaan. Hè? Je hebt dan achter dicht en je hebt geen achteruitrij. Je kunt dus niks achter zien. Je hebt ook geen piepers. Nee, ik heb wel een telefoon bij, zo. Dus je kan zo ergens oprijden. Dan hebben wij dat een keer gehad. We reden achteruit aan Leeuwarden. Precies met de trekhaar op een paal. Maar dat is ook knap. Anders heb ik een hele deukende bumper gehad. Maar... Nou, mijn telefoon. Die wordt ook wild. Ja. Ik denk dat ik ben te lang stil geweest. Ja. Hey jongens, laat even weten ook wat jullie van Elvis vinden. Vinden jullie Elvis geweldige muziek of niet? Wij vinden dat altijd leuk, hè? Burning Love, hè? Ja. Dat is ons nummertje. Hakka, hakka, burning love. Jij begint er wel raar van te dansen. Ik ben ook raar, dan doe ik even zo. Ja, dus ik ben gewoon een beetje gek. Dus we gaan lekker naar de beren, drachten. De beren, super lekker vlees. Zien jullie zo? Jongens, ik zie net, ze hebben de T-bone steak niet meer, kijk. Eén keer. Ja. Zo wordt het die maar. Ja, natuurlijk, een lekker carpacciootje. Wat wil jij? Tomatensoep. Een lekker tomatensoep in een carpacciootje. Hoezo niet? Ik wil een nagerecht, dus dat kan. Maar je kan ook gewoon een nagerecht erbij nemen. Ja, maar dat kan ik niet. Ik heb wel, hoor. Dus, wat staat hier? Oh, jij hebt het niet meer. Ze hebben geen T-bone steak, jongens. Daar baal ik van. Die was zo lekker. Oh mijn god. Dan hoorde ik in dat het andere ook wel lekker is. We gaan het zien. Ja, ik kan nu al die wordt geflambeerd. Aan tafel geleverd. Ze hebben een mooi film voor jullie, jongens. Carpaccio en een... dat ene ding. Ik kan het niet eens uitspreken. Jongens, ik hoor net dat ik een grote eter ben. Tot het asociale toe. Vinden jullie dat ook? Laat me even zeggen even tegen de mensen waarom. De mensen willen het nou weten, ze zijn benieuwd. Omdat hij altijd zoveel eten op zijn bord heeft. Gewoon een hele berg heeft hij. Ik eet helemaal niet zoveel, joh. Jij moet blij zijn dat jij niet snel aankomt. Want anders was je tonnetje rond. Ik heb een hoge verbrandingsover. Kijk eens jongens, druk het berenkopje.
Super leuk gedaan is dat, hè? Vind je? Ik heb zin in het toetje. Het hoofdgerecht is nog niet geweest. Jacqueline heeft een 300 gram tierboomsteek genomen. Of wat heb je ook alweer genomen? Tornado. 300 gram. Zeg dat ik een grote eten ben. Kijk hoe klein jij bent. Jij 300 gram op. Moest van jou. Niet. Ik wou 200 bestellen. Jij zegt doe maar 300, schatje. Dus dan eet ik de rest op. Vlees is altijd goed, jongens. Vlees is goed. Zeker voor de games. Gisteren zijn we keihard gegaan. Mijn armen doen hier zeer, jongen, wat ze doen. Kijk eens even lekker mensen. Een lekker carpaccio'tje. Je ziet er wel smerig uit. En ik kan die manus en pannen doen. Jongens, ik heb er even een pizzaatje of een pannenkoekje van gemaakt. Zo jongens, die carpaccio die was lekker. Hij is nu al weg. Het is misschien 2 minuten later, nog niet eens. Wat nou het leuke was, ik was hier de vorige keer. Toen duurde het super lang met de bediening. Hè. Er kwam er eens een mevrouw ons helpen, die loopt daar. Ik zou het niet in beeld brengen, want niet iedereen wil dat natuurlijk. En hoe zat dat nou? Toen zei ze, ik doe vanaf nu bij jullie de bediening. En toen ging het in één keer snel. Want wij hadden besteld, ik was naar de wc. Dat duurde heel lang. Ik zei, ik ga even naar de wc. En mede naar de wc ging. Kwamen ze het eten opnemen. Dus ik zei tegen Jacqueline, ik wil graag die tomahawk. Dus 1200 gram tomahawk. Jacqueline zei, bestel ik. Hadden ze die niet. Moesten we weer wachten. Toen kwam die mevrouw. Jacqueline zei, we gaan zo naar huis, want het duurt zo lang. Toen kwam die mevrouw, toen ging het in één keer goed. Toen zei die mevrouw. Mevrouw, wat willen jullie eten dan? Ik zei, nou die tomahawk. Maar die hadden ze niet. Die hadden ze niet, zei ze. Ik ga voor jou kijken in de vriezer, zei ze. Maar ik denk dat hij er gewoon is. En hij was er gewoon. Dat is mijn vrouwtje. Ik weet niet dat, hoe dat ze heet. Shout out naar u. Daar loopt ze weer. Die rent, jongen, echt. Het is de oudste van hier die loopt. Dus niet dat ze heel oud is, maar ze is ouder als de rest. En ze loopt eraan, jongen. Die schoenen staan gewoon in de fik, waar dat ze rent. Hè? En al die anderen lopen gewoon zo. Lekker te chillen, hè. Gewoon weer echt die oude garde. Die klappen erop. Wauw, oh ja. Het was lekker, echt. Wat stukjes brood in of zo. En een carpaccio. Kijk eens jongens, wat lekker. Jongens, Jacqueline kan niet meer wachten. Mag ik beginnen? Mag ik beginnen? Je mag beginnen, schatje. Nee, smakelijk. Ja, ja. Dat vind ik ook. Zal ik eerst opnemen voor jullie en dan neem ik dit even mee? Kijk eens even, jongens. Onze meid doet gewoon even in eentje. 300 gram, hè. Wie is hier nou een groot eten? Die maakt het ook al. Ik heb alleen een kleine lekkage. Houston, hij heeft een probleem. Kijk eens even onze veel praat. Ik eet niet zoveel. Hey. Een doosje friet op, bakje friet op. 300 gram tomatoes op. En ik eet niet zoveel. Ja. Zeg nou maar even tegen de mensen wat... Ik heb niet gezegd dat ik niet wil af. Ik heb gezegd dat jij wil af. Ja, maar jij zei dat krijg ik nooit op. Het is zoveel. Gewoon 300 gram. Je wou je eigen witte kat doen? Ja. Goed gedaan, jongens. Zo verstaan jullie ons beter, denk ik. Laten we weten of jullie nu verschil horen in audio. Ik heb de kapper afgehaald. Zeg je de fiets? Groetjes. Hoe? Groetjes. Nu is de vocht eruit. Zit hierin. Heb je een...
Even je mondje afvegen netjes. Jongens, er kwam een super lief schattig meisje bij ons zitten. Esmee. Ging ze een beetje met de ding zitten spelen hier zo. Ging ze hier een beetje op zitten doen. Ze ging daar gewoon zitten zo. Ze liep hier langs, ik zei zo. En toen kwam ze hier gewoon zo aan de tafel zitten. Toen voelde ik mij heel even papa. Ik denk als ze hier blijft zitten, dan krijgen ze van mij een toetje. Echt, vind ik heel leuk. Zit een kind die door te sminkelen is staan. Dat kan je dat niet doen, voor je ouders is dat echt niet eens doen. Ja, boeien, dan moet je de kind bijhouden. Je mag geen dingen van vreemden aannemen. Dan moet je je hond ook leren. Ja, maar ze praten alleen niet tegen ons. Ze praten niet. Maar ze zijn niet. Ja, toen ze wegging, zei ze doei. Ja. Ze is wel goed. Met weinig tijd. Behalve tegen de vader, daar begon ze wel tegen te lullen. Ze praten niet tegen ons, maar ze kwam wel gezellig bij ons zitten. Superleuk. En die mevrouw die herkende ons gewoon nog. Ze zei dat je ons nog herkende. Ja, ze zei dat heb ik bij heel veel. Ze zei dat ik gewoon, en ik, oh ja, ik heb jou eerder bediend. Dan heeft ze speciaal voor mij een lava cakeje. Dus je gewoon bij de beren vraagt, hebben jullie ook een lava cakeje los? Want ik wou chocoladeproeverij en er zat een heel pakket in. Nou, ik had me geen zin in. Ik denk, ik wil alleen maar lava cakeje. Dus nu krijg ik gewoon een los lava cakeje, jongens. Lekker. En Akeline neemt lekker apple crumble. Ja. Apple crumble.